Actie. De film gaat eigenlijk over een man, Saïd, die droomt van een beter leven en die zelfstandig wilt worden. En daar alles voor over heeft om dat te doen. Hij wil zelfstandig ambulancier worden. Hij heeft daar alles voor over en hij werkt zich uiteindelijk in de miserie. Kut! Ik wacht lang genoeg voordat je begint met een dialoog. Met die dialoog. Ah. Daar. Een dolly met de camera. Dus op het moment dat er actie gezegd wordt, moet hij lang wachten? Ja, dan wacht jij echt een tiental seconden voordat je echt begint met je zin te zeggen. Regisseur Jan Geers heeft op vraag van de sociaal-culturele organisatie Globe Aroma een half jaar samengewerkt met vluchtelingen en mensen uit de buurt. Wekenlang hebben ze naar elkaar geluisterd en met al die verhalen een scenario in elkaar gebokst. Zo zit er in de kortfilm een klein stukje van alle medewerkers. We wouden iets doen met een camionet, et cetera. Maar toen waren er twee mannen die meededen aan de workshops. En die hadden ervaring met EHBO en de ambulancewereld was een beetje hun wereld. En zo is dat uiteindelijk ontstaan en is dat tot een ambulance gekomen. Het centrale personage in de kortfilm wordt gespeeld door Hussein. Hij volgde in Irak nog een theateropleiding en kwam 4 jaar geleden in België terecht. Dat hij de hoofdrol mag vertolken in Brussel-Noord betekent veel voor hem. Dit is de eerste keer in de cinema. Ik ben heel blij. Wat mij betekent, de eerste, ik denk dat is een beetje integratie voor mij. Als ik kom voor de andere land, dat is voor mij als bewijs, voor attesten voor de mensen. Cool, de integratie voor dit is maatschappij. Dit is mijn nieuws maatschappij. De kortfilm wordt op amper 8 dagen gedraaid. Op 17 december mogen we hem al op het grote scherm verwachten in het Kaaitheater. Ja, goed gedaan. Ja, goed gedaan. Hij heeft goed gewacht toen er nog een...